my general message to the audience as I talk about digital transformation is really we're just at the cusp of the start of what technology is going to do for the world. And so I'm just making people look at what's happened over the last couple of years and think about what compute is going to do to the world that we live in, we work in, we play in, to business, to our businesses, new and old businesses, and really think about what digital transformation means for them as an audience. Okay. What are the opportunities right now? Oh, the opportunities are just vast. So I think if you start to think about the new products, the new services, the new insights into the way we work, the way the world works, then the opportunities to develop our businesses and to develop the world we live in are just infinite at this point in time, driven by the power of compute. Ja, ik denk dat we vandaag heel veel voorbeelden hebben gehoord van dat als jij niet op die rijdende trein springt, dat je op een gegeven moment achterblijft. En ik denk dat dat in alle sprekers die we vandaag hebben gezien, dat dat wel de belangrijkste boodschap is waarvan ik hoop dat die blijft hangen. Wij proberen bedrijven vooral te helpen door ervoor te zorgen dat de core infrastructuur die de bedrijven hebben bedrijven in staat stelt om daadwerkelijk die transformatie te maken. Afgelopen jaar was ook voor jullie een transformatie. EMC ging op en gefuseerde met Dell. Dan kwam daar Dell Technologies en Dell EMC. Hoe kijk jij terug naar 2016? Nou ja, dat was een geweldig jaar. En vooral gelet op het feit dat we nu één bedrijf zijn geworden. Dus we hebben een jaar tegen elkaar aanlopen. Schuren, zei ik op het podium. En nu is het een feit. En dat binnen een jaar. En dat zegt wat over de daadkracht en de dadendrang van het bedrijf. Ja, ik vond 2016 wel een van de meest spannende jaren die we hebben gehad. Het is natuurlijk best wel bijzonder als zo'n grote IT-reus ontstaat door de fusie van twee prachtige bedrijven, Dell en EMC. Ja, dat biedt allerlei leuke nieuwe collega's, leuke nieuwe klanten, nieuwe oplossingen die we kunnen bieden aan onze klanten. En ja, ik heb het afgelopen jaar met heel erg veel plezier gedaan en doorleefd. Wat zijn de verwachtingen voor 2017? Ja, die zijn heel optimistisch als je het aan mij vraagt. Zeer optimistisch met verschillende zaken. Een mooi bedrijf, een groot bedrijf, niet aan de beurs genoteerd. We krijgen tijd om ons te ontwikkelen naar de toekomst toe. Zonder dat we ieder kwartaal de druk van analisten in ons nek hebben. Dat betekent nogal wat. Heeft Michael Dell al bewezen in een eerder stadium. Mooi portfolio. Alles gericht op digitale transformatie, waarin we een heel breed palet hebben. Ja, er zijn een aantal trends die natuurlijk heel erg evident zijn. De ene daarvan is natuurlijk alles rondom de ontwikkeling van een Internet of Things. Dat is heel lang een beetje een buzzword geweest, maar tegenwoordig is je kunt eigenlijk als bedrijf praat je niet meer mee als je niet op een of andere manier hebt nagedacht wat dat gaat betekenen. In combinatie vaak met big data, het omgaan met hoe zorg ik er dan voor met al die data die ik verzamel, dat ik daar de juiste dingen voor mijn organisatie voor kan doen. En misschien nog wel de laatste belangrijke trend is alles wat met security te maken heeft. Vandaag ook een paar keer in het teken gestaan van hoe zorg ik er nou voor dat ik de data in de organisatie ook daadwerkelijk op de goede manier bescherm. We're building a business with Dell EMC that has just tremendous global power, scale and innovation capability. And remember what I said in the previous comment about we're just on the cusp of what technology is going to do for the world. That scale and power of innovation and that underlying security, reliability of the infrastructure, recognizing that what really matters to customers is the application and the data and how the application and the data moves the world, then really what Dell is bringing is an absolute rock solid infrastructure layer that's completely open in terms of the software platforms that it supports. Yeah.